mensen. Ik heb vandaag een pakketje binnengekregen. Ik ga nog niet zeggen wat het is. Ja, jullie hebben het al in de titel gezien, maar voor mij is het juist wat spannender. Ik leg jullie heel even neer en dan ga ik jullie laten zien wat ik unbox. Ik ga hem even open proberen te maken. Ja, dus ik... Ja. Hij was niet met plakband of zo gedaan. En hij zit hier gewoon in. Hij is gewoon zwaarder dan een ox wordt. Wacht, ik plak hem hierin. Oké, daar komt hij. En jullie dachten zo misschien, hoe weet je dat hij zwaar is? Ja, omdat de doos... En zo, dit is mijn PC. Het is een nieuwe versie. Ja, hij is klein, maar nieuw. Dit is de PC van... Dit is zo'n klein PC, omdat ik een best kleine laptop heb. Ik heb een best kleine laptop. Daarom is die, ja, zo... Ja, klein. Die PC is zo klein door de laptop. En dan ga ik even kijken, want dit is alweer het draadje waar je moet het stopcontact van de computer in. Dit is denk ik, weet ik veel, voor een CD of zo. Je muziek. Hier heb je zo'n lampje en voor de oplader. Nee, niet voor de oplader. Deze vier zijn voor de opladers. Heb je vier opladers. Dit is een wat grotere oplader. En ja, dat was deze kant. Dan gaan we nu door. Dat is lastig, jongens. Nou, deze kant. Ja, dit is gewoon deze kant. Dan gaan we nog eens door. Dit is die kant. Dan deze klepje kan denk ik open. Moet wel kunnen. Oh ja. Oplader voor eentje. SV. Een XD. Ik was een XD, oké. Pro. Ik weet dat een XD is, maar niet van de lamp. Uitknopje en aanknopje. Deze knopjes, dat is voordat hij automatisch als hij aan is erin gaat. En met deze laptop ga ik ook editen, jongens. Dit is voor de DVD. Sowieso dat dit voor de DVD is. Jammer dat ik hem nu niet eruit krijg. En hiermee weet ik niet wat het is, maar dat moet ik nog allemaal uitzoeken. En dan heb je hier nog een kant waar bijvoorbeeld je koptelefoon of je microfoon of zo erin moet. En je hebt nog vier laders. Dus eigenlijk 9 laders heb je in totaal. En dit is de onderkant. Dit was de kleine unboxing van deze PC.